Heel groot nieuws vandaag. ACITO en Heracles Almelo gaan een unieke samenwerking aan. Naam gaat krijgen, is dat we zeg maar met deze doelgroep uitstekend kunnen samenwerken en we kunnen kijken van god, hebben we iemand, eigenlijk gaat het ook weer om talentontwikkeling. En die talentontwikkeling proberen we hier ook in het stadion voor onze organisatie weer te waarborgen. Heb Gostel, commercieel directeur van ACITO. Het is de eerste week van februari en jullie hebben iets heel bijzonders aan te bieden. Ja, wat voor mij heel bijzonder is, is dat wij als ACITO voor 10 jaar lang zowel de verbintenis als hoofdsponsor aangaan als per 1 juli 2019 voor 10 jaar de stadionnaam gaan krijgen. En dat is natuurlijk in voetballand nog niet vertoond. En op 1 juli kiezen we weer het momentum om de nieuwe naam bekend te maken. En ik neem aan dat het een groot spektakel wordt. Dat wordt een groot spektakel, omdat het belangrijk is dat we daar op die manier ook weer het momentum pakken om de verbintenis met de supporters. Want ik zeg altijd heel erg, een stadion zonder supporters is geen stadion. Het is hun huis en wij mogen daar dan onze naam aan hangen. En daar willen we ook met gepaste wijze mee omgaan. Niet alleen de club Heracles, maar ook de supporters en de sponsoren zijn belangrijk voor ACITO. Ja, het belangrijkste is, we zijn natuurlijk onze visie is ACITO verbindt. Wij verbinden mens, markt en onze organisatie met allerlei doelgroepen. En die komen eigenlijk allemaal in dit stadion komen die ook. Dus betekent een voetbalclub is eigenlijk een soort mini-samenleving waar al deze doelgroepen ook over de vloer komen. En die allemaal betrokkenheid hebben met deze club. Dus op deze manier proberen wij ook te verbinden. Goed, jullie zijn al 2,5 jaar met elkaar bezig. En nu is het een contract wat met 10 jaar verlengd wordt. Welke club in Nederland heeft zo'n succes? Ja, dit is een zeldzame samenwerking en dat is fantastisch. Er zijn geen clubs te noemen waarvan je zo even hier in Nederland kan zeggen van nou, die gaan 10 jaar met elkaar een verbindenis aan. Dus ja, daar zijn we redelijk uniek in. Hoe geruststellend is dit contract voor Heracles, voor de supporters en voor de sponsors? Ja, dat is heel geruststellend. Ik geloof sowieso in langdurige samenwerkingen. Dat is altijd het krachtigste, het meest krachtige daarin. Dus dat is goed voor ACITO, dat is goed voor ons. Wij zijn ook een club die lange relaties bouwt. En dat vinden wij erg belangrijk. En wij, ja, nogmaals, voor de stabiliteit in de organisatie, voor de club is het hartstikke belangrijk dat er langdurige samenwerking aangegaan wordt. En zeker als we praten over een hoofdsponsor en naamgeving stadion. Want het zijn gewoon substantiële bedragen die daarin meedoen in de begroting. Je zult de man zijn die vanavond zijn hoofd op het hoofdkussen legt, de gegeven in de handen wrijft en zegt van, dat hebben we toch maar weer mooi gedaan. Nou, nogmaals, wij zijn hartstikke tevreden met deze deal. En wij zijn er uitzonderlijk gelukkig mee dat ACITO zo lang zijn naam wil verbinden aan Heracles Almelo. Rob, ik wens jou heel veel succes bij en gefeliciteerd. Ja, dankjewel, Henry. Volgens mij spreekt er ook 1 heel groot woord uit. En dat is wederzijds vertrouwen in 2 partijen die het samen doen. Dus volgens mij lijkt mij niks anders dan een glas met water in plaats van champagne. Maar op de vitaliteit. Een voetbalclub. Proost. Op de samenwerking.